Hodo natuurlijk in het wit krijgt in de derde minuut de eerste kans van de wedstrijd. En wat mag hij vrij koppen? Kevin Vos, maar de bal gaat over de goal van doelman Jeroen Lambers. Opnieuw de thuisploeg. Veel ruimte voor Beeksma. Beeksma wacht lang. Paas naar Rudolf Lip. En Lip, ex-WKE'er, scoort de 1-0. En dat is toch verrassend. WKE dus slecht uit de startblokken. De ploeg speelt slordig. In een te laag tempo. En er komen daardoor ook te weinig kansen. Misschien nu met Berend Oosting. De voorzet komt niet aan. Wel voor de voeten van John van Dalen. Die eindelijk weer eens mag spelen. Na een langdurige blessure. Maar zijn bal gaat richting parkeerplaats. Achter het sportpark. Hodo. Met weer die Beeksma. Snel. Lastig af te stoppen. Krijgt hier misschien wel de kans op de tweede. Maar heeft pech. Of had misschien ook wat sneller moeten handelen. WKE. Met Berend Oosting. Hij in de spits. En niet Giuliano Grot. Die krijgt rust van assistenttrainer Paul Weerman. Hij dus de verantwoordelijke man. En niet Hendrik Oosting. En deze vrije bal is zwak. Van Erik Eleveld. Een half uur, nauwelijks kansen. En dan dit moment met Berend Oosting. Via de vingertoppen van Peter Marisse. De doelman van Hodo is het gelijk. 1-1. En WKE gaat door. Is het natuurlijk ook aan de stand verplicht om een makkelijke middag te hebben. En komt hier bijna op 1-2. Maar Hoijveld komt goed voor zijn man, maar krijgt de voet niet tegen de bal. Weer Eleveld. Gevaarlijk. Richting Hoxai. Tja, Hoxai. Een prima verdedigende actie kun je bijna zeggen. Want hij komt de bal niet in, maar uit de goal. En ze gaan we rusten met de stand van 1-1. En is dit de derde minuut in de tweede helft met Berend Oosting. Die houdt het overzicht. En dan is het aanvoerder Buurmeijer die mee opkomt en simpel kan scoren. Een perfecte counter van de koploper in de topklasse. 3 minuten later, opnieuw WKE. En dan is het 1-3. John van Dalen scoort. En wat kan de formatie van trainer Jan Wielink nog? Dit! Want dit is niet goed. Beeksma had natuurlijk gewoon zelf moeten schieten. En nu verprutst hij een ideale mogelijkheid om de spanning toch weer terug te brengen. Hodo, de nummer 3 uit de tweede klasse L. Meest scorende ploeg in die klasse. En ook met een sterke defensie. Al is het hier bijna wel 1-4. Hoijveld schiet wild naast. Hier opnieuw Hoijveld. Prachtige opening. Richting Erik Eleveld. Nou, dan kan je wachten op de schaar. Inderdaad, daar komt hij. En dan de voorzet op Oosting. Hij maakt zijn tweede van de middag. WKE bekert redelijk eenvoudig verder ten koste van Hodo. We hebben de eerste 20 minuten deden we mooi mee. We kregen een paar goede kansen. Ik vond onszelf beter. Kom op 1-0. Zij maken op een gegeven moment de 1-1 eigenlijk een fout van onszelf. Nou ja, ik bedoel, ik denk als we met elkaar een goede wedstrijd gespeeld hebben en voor elkaar gevochten hebben, dat was wel belangrijk. Toch had je waarschijnlijk gehoopt dat je die eerste 10 minuten na de rust goed doorgekomen was. Want ja, nu was het heel snel eigenlijk gedaan. Hè? De angel was eruit. Ja, na de rust waren we met z'n allen niet helemaal goed wakker. En dan kun je toch zien dat ze 2 klassen, 3 klassen beter zijn en wat scherper. En dan is het voor hen heel makkelijk. Tik-tik en ze zijn erdoor. Dus dat heeft ons eigenlijk de das omgedaan. Is speciaal spelen tegen jouw club in en nog scoren ook? Ja, ik had het niet verwacht. Ik bedoel, wie verwacht zoiets nou dat je na een jaar al tegen elkaar speelt en dat er zoveel klassen verschil tussen zit. Ik vond het fantastisch leuk. En scoren? En scoren, ja. Wie had dat verwacht? Ik bedoel, we spelen normaal altijd achterin en dan nog een doelpuntje tegen een WKE. Dat is altijd leuk.